Alles staat dan eigenlijk al, alles staat eigenlijk al vast. Je kunt alleen nog verprutsen op het laatste stuk. Dus, Ja, ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd. Ik heb inderdaad 5 spelen mee mogen doen. Deze spelen gaan echt toch wel een hele andere speler worden als dat het geweest was. Dus ik heb ook voor mezelf, ik laat me gewoon verrassen van wat er allemaal gaat gebeuren. De rust richting de start eigenlijk. Dat is voor mij eigenlijk de belangrijkste om mee te nemen. Want verder voor de rest, alles staat eigenlijk al vast. Meestal gewoon 4 jaar of langer ben je bezig geweest in de voorbereiding naar eigenlijk dit toernooi. Het is heel bijzonder om daar uiteindelijk te mogen staan en het genieten daarvan. Ja, ik denk dat het belangrijkste eigenlijk is. En dan als dat dan de prestatie, die moet dan eigenlijk dan vanzelf komen. Een praktisch dingetje als voorbeeldje. Ik heb dus al een keer eerder een start gehad waarbij er ontzettend gaaf publiek was. Maar ja, dat het gewoon in de startprocedure toch eigenlijk nog steeds te rumoerig was. En dan laat je dat toch uiteindelijk allemaal gewoon doorgaan. Terwijl je gewoon zelf zoiets initiatief kunt nemen om te zeggen van ja, ik zou het fijn vinden als het toch even net wat rustiger is, bij wijze van spreken. Dat kan ook in het hele proces ervoor. Als jij het gevoel hebt dat er iets anders moet, dan moet je dat aangeven. Nou, voor mezelf voelde het ondertussen al een beetje als opa van de groep. Maar nee, het is, ja, ik heb 6 spelen inderdaad mee mogen doen en alle ervaringen die ik heb opgedaan, nou, die zou ik natuurlijk ook wel heel graag willen delen met de rest van het team. Want als we voor elkaar iets kunnen doen om beter te worden, dan doen we het ook. Ik denk wel dat het atletiekteam die we nu hebben wel echt probeert om het maximale dan uit te halen met elkaar. Ja, kijk, Kenny is iemand die brengt zo onvoorstelbaar veel ervaring met zich mee. Vanaf 98 al aan de wereldtop. 2000 de eerste spelen, dit zijn zijn 6e spelen. Het zijn de 3e spelen waarbij ik hem mag begeleiden. En hij kan heel goed vertellen en je heel goed helpen bij wat je te wachten staat. Ja, wat do's en wat don'ts zijn. Als hij ziet dat het niet goed met je gaat, want dat is ook typisch Kenny. Als hij ziet dat het niet goed met je gaat, dan komt hij even bij je zitten. Hey, als je dat niet zo lekker gaat, vertel eens even, wat kan ik voor je doen? Ja, toch echt de Nestor van de ploeg, waar ja, iedereen zijn verhaal bij kwijt kan. Dus is hij belangrijk? Ja, hij is wel echt belangrijk voor ons. Het gaat een avontuur aan, wat je met een best wel select gezelschap doet. Je kunt helemaal op jezelf gefocust zijn, daar is op zich niks mis mee. Maar ik vind het super gaaf dat je dit soort dingen uiteindelijk met elkaar kunt beleven. Qua techniek met name natuurlijk zorgen dat je niks verkeerd doet. Dat je dat gewoon allemaal goed op de rails hebt. Ja, dan is het gewoon belangrijk dat je die snelheid voelt. Dat je in die stoel zit, voorover ligt. Je doet die klappen op die hoepels. Dat je de wind in je gezicht voelt. En dat het gewoon, ja, om het maar zo te zeggen, dat het eigenlijk vanzelf gaat. Dat is eigenlijk de laatste fase waar je dan in zit. Wat ik wel probeer te bereiken. Het accent heeft sowieso gelegen op de 100 meter. De meeste verwachtingen liggen bij dat onderdeel. Ja, de 400 meter is dan, ik hoop dat ik daar toch nog uiteindelijk al een verrassing kan zijn. Maar dat gaat wel een goede uitdaging worden. En de 800 meter, ja, dat is voor mij, blijft sowieso een uitdagend onderdeel. Want je bent heel erg afhankelijk van wat de rest uiteindelijk allemaal doet. En ik hoop dat met mijn sprintcapaciteit, dat ik een goede plek kan krijgen in die groep. Ja, en dan in de eindsprint er misschien dan nog overheen kan. Die vind ik zelf heel lastig inschatten. We hebben echt een heel mooi EK gehad. En ik denk echt, het is echt wel weer super gaaf om dit team bij elkaar te zien. Ik denk dat we gewoon echt wel goed gaan presteren. En of dat nou in medailles is of in prestaties waar men zich goed bij voelt. Ik denk en ik hoop dat we met heel veel blije gezichten terug gaan komen.